Welkom in de Weijer te Boxmeer. Dit prachtige pand is van alle markten thuis. Met restaurant Heerlijkheid, een sfeervolle kapel, gouden feestzaal en meerdere congres- en vergaderlocaties zijn wij u graag van dienst. In de gemeente Mil en Sint-Hubert is oktober de maand van de ouderen, waarin verschillende activiteiten voor de ouderen van de gemeente worden georganiseerd. Vandaag de laatste activiteit, of in ieder geval de bewegelijke activiteit in de beweegtuin van Mil. De beweegtuin, wie het nog niet kent, kun je even kort uitleggen, Marcel, wat dat inhoudt? Beweegtuin is een initiatief van een aantal mensen in Mil die ervoor zorgen dat iedereen op zijn eigen moment, op het moment dat hij wil, lekker in de natuur van Mil kan bewegen. En voor jong en oud, voor gehandicapt, niet gehandicapt. En dat is wat we vanmiddag ook gedaan hebben, namelijk. De opa's en oma's met kinderen en kleinkinderen, die zijn actief bezig in de beweegtuin en op dit moment een beetje uit aan het blazen, maar we gaan daar ook weer verder. Hoe lang is het geleden dat de beweegtuin de start is gemaakt? Dat is ongeveer 1,5 jaar geleden. Wat is er in die tussentijd gerealiseerd? We hebben nu 3 mooie toestellen staan in de beweegtuin. We hebben elk jaar een oerparcours met een survival run die we in de beweegtuin organiseren. En elke vrijdagmorgen is er voor de liefhebbers om 6 uur 's morgens een early bird survival run. Want de Brabantse dorpenderby eigenlijk net misgelopen? Nou, we zijn bij de laatste finalisten gekomen, dus de laatste 9 beste ideeën van Nederland. Daar hebben we 10.000 euro mee binnengehaald. Alleen bij die laatste finalisten zijn we niet bij de top 3 gekomen. Dus dat is hetgene waar we eigenlijk hoger ingeschat hadden. Is het geld inmiddels uitgegeven? Nou, we hebben 3 toestellen staan. Er komen nog 2 toestellen meer. Die worden waarschijnlijk uit Denemarken geïmporteerd. Dat zal waarschijnlijk het voorjaar volgend jaar zijn. En dan hebben we het budget wat we nu hebben een heel eind op. Ja. Is dan de ambitie ook klaar met de beweegtuin? Nee, we blijven op zoek naar funds om deze beweegtuin verder vorm te geven. Maar ons uiteindelijke hogere doel is om ook een beweegtuin in Wilbertoort, in Langeboom en in Stuber te realiseren. En die met elkaar te verbinden met de bestaande wandel- en fietsroutes. Om zo een hele nieuwe vorm van bewegen lekker buiten te realiseren. Wordt er al veel gebruik van gemaakt? Ja, iedere keer als ik er loop, dan zie ik wel een paar kinderen klauteren. En of een paar mensen wandelen met een hond of een paar mensen joggen. Het is een heel uitnodig gebied. Omdat het... je had vroeger die trimbanen, maar die beweegtuin is eigenlijk gewoon een steenworp op afstand van het centrum van Mil. Dus het is een hele mooie plek om in no time naartoe te gaan en even actief bezig te gaan. Thank you.